Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Joran voor ja, Ronald speelt Minecraft. Dus ja, lekker gezellig hier zo. Ja, we zitten hier knus in dit holletje. Nee, oké, maar we zijn hier in de Abandoned Mineshaft waar ik de vorige episode ook al was. Dit is op dit moment mijn voor de operating base. Ik heb allemaal mob spawners en chests en alles gevonden. Dus dat gaan we vandaag allemaal doen. Maar ik ga Joran eerst maar even wat shit geven. Joran, wil je even in de chest kijken alsjeblieft? Gewoon kijk maar even. Wat? Diamonds, blokken of redstones. Joran, ik heb... Ik heb ongeveer een stack met iron blocks thuis. Ik heb ongeveer een stack met redstone blocks thuis. Ik heb ongeveer een halve stack met diamonds thuis. Ja, 45 blokken met lapis lazuli, dat is wel wat natuurlijk. Maar goed, ik ga jou even wat armer maken, oké? Mm-hmm. Hier heb je een zwaard, by the way. En dan ga ik je even een pickaxe maken en alles. Oké, zo. Ik moet zelf ook nog even een nieuwe rotzooi maken voor mezelf. Dat is echt veel shit. Zelfs 6 blocks of gold. Dat is heel wat. Kijk u eens, meneer. Hier. En wat heb je nog meer nodig? Schoenen of zo? Wat heb je nodig verder? Schoenen. Hier. En een pickaxe zou je toch goed doen? Oh ja, pickaxe die heb ik hier voor je. En dit heb ik voor je. Oeh, schep. Wacht, dan moet ik zelf voor mijzelf nog even extra schoenen maken. Zo, oké. Dump. Hebben we allemaal niet nodig. Even kijken. Wacht, ik maak er even een... Ik zou toch zweren dat ik dubbele chest hier gaat staan. Nou ja. Kennelijk heb ik dat niet. Nou ja, nu wel. Oh, hier heb ik ergens anders... Oh, dit moet ik allemaal wel nodig. Lolcats. Ja, dit niet. Dit ook niet. Je hebt waarschijnlijk wel wat eten nodig, hè? Ja. Wat ben jij in Jezus naam? Ik stond achter. Hier heb jij wat brood. We vinden vast in de chest die we vandaag gaan pakken nog wel wat meer. Ja, ho, ik ben er niet klaar, meneer. Ja, nu ben ik klaar. Kom maar. Goed, we gaan eerst hierheen, want... hierheen, volg mij. En dan gaan we even naar de chests kijken. En ja, ik heb hier ongeveer 5 miljoen cave spider spawners gevonden, dus ja. Goed, in chest nummer 1 zit... melon seeds en pumpkin seeds, daar schieten we echt veel mee op. Ik neem het wel mee, want nou ja... Ik heb de kaart. Ja, oké. Zo. Goed. Was hier nog wat boeiend? Nee, dat was Cave System. Goed, follow me. Tenminste, ik weet niet wat hier is. Oh nee, hier is verder niks. Oké. Nou, weten we dat ook weer. Oh, wacht. Hier is waarschijnlijk... Oh ja, kijk. Hier is wel veel meer. Hier nog iets? Nee, oké. Want dan is dit ook gewoon GG. Geen iron of zo meenemen hier. Daar, dat haal ik allemaal off camera. Zo. Nou, even kijken. Gaan we nu... hierheen. Ja, we spelen dit op Joran's server, dus ja. Eens even kijken. Is very private server. Very, very private. To mention to you guys. Kijk, mob spawnen, Joran. Mob spawnen. Juist. Oeh, goud. We gaan eerst even in de chest kijken. Oeh. Oh, melon seeds en lapis lazuli. Goed, laten we maar eens in de mob spawnen gaan. Oh, sorry. Dikke emu, oh wacht, is dat vergeten? Ik neem over wat van de lapis mee. Oh ja, ik had hem al opgelicht. Niks, kom op, ik wil een enchantment boek. Flame 1, nou, dat is echt boeiend. En wat iron en niet echt boeiende shit. Wat wel boeiende shit is, is Martian Cobble, dus ik neem dat even mee. Kun je even helpen Martian Cobble of verzamelen, Joran? Ja. Ik heb er al 10 stacks van ongeveer, maar... ik ga een keer een tempel maken. Een soort Maya-stad. Oh, nou, je hebt toch ook op Xbox Minecraft? Ja. Er komt een hele grote upgrade, hè? Oh ja? Ja, bijvoorbeeld, je krijgt nu tempels erbij. Paden krijg je er waarschijnlijk zelfs bij voordat het uitkomt op deze normale Minecraft. Oké, dat is nice.
Hier nog maar even wat kool mee. Ik heb wel mijn fortune, maar. Ja, wacht even. Ja, Moet als je jij wel even even nog op wat me kool wachten. meeneemt, dan verzamel ik dit even hier zo. Hele handige manier om je pickaxe te besparen. Gewoon rail met water weghalen. Ja, dat is best wel slim, ja. Zo, kom maar. Ja, wacht even. Ik neem ook wat iron mee. Sure. En wel, dan gaan we misschien in een Heel van de wat komende eten. episodes wel weer naar boven of zo. Maar we gaan in ieder geval voorlopig even hier blijven. Ja, maar Omdat ik wil het. een keer off camera of on camera, maar boeit me echt niet, maar wel een keer jouw huis zien dus. Ja, dat is prima. Joran, hier moeten we even naar binnen. Hier is een keer spawnen. Ik heb mijn zwaard in de aanslag. Oh, fuck, sorry. Je moet even achter mij blijven. Oké, zo, niks meer van te vrezen. Oeh, woes, woes, Kijk, woes, 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 woes. terwijl jij daar bezig bent, ga ik over deze kool hier hakken. Ja, is goed, is goed, is goed. Als je nog iets van Cool. een chest tegenkomt of zo, want er zijn er echt heel veel, dan. Ja, dit is ook een hele grote, nu ik al. Oh, ik zie hier wat iron. Nol is niet voor mij. Even kijken, die kan wel wegblijven. Even kijken. Eten. Kom weer aan. Ik heb geen string nodig, dus dat kun je gewoon laten zitten. Daar heb ik al 5 stacks van. En dat is geen grap. Mijn fans die weten het. Oh mijn god, ik heb torches nodig. Heb je wat kool toevallig? Ja, ik heb best wel wat kool. 17. Oké, dan haak ik even wat wood voor torches. Maar ik kom alleen voor de mineshaft vol wood. En ja, misschien wat eventueel wat Ik heb fans het en op de zo. grond gedropt hoor. Ja, sure, zo. Heb jij torches of. Nee, ik heb voor jou de kool er gedropt. Ja, oké, nee, maar heb jij nog torches nodig? Ik heb er geen, maar je hebt ze toch, dus. Ja, oké, is prima. Ik mijn alles later nog wel weg een keer off camera samen met Joran. Ja, Maar. ik neem nog even wat kool mee voor als we weer. Nee, is prima. Voor als je nog een paar seconden even hebt. Ja, is goed. Ik moet toch nog even een beetje exploren hier, want ik weet niet waar alles is namelijk. Ik hoor Oh. echt fucking veel zombies. Ja, dat kan kloppen. Dat stikt hier nogal van, ja. Oké, hier was verder niks meer. Zo, dat is echt veel kool hier, zeg. Even kijken. Ik ga hier naar beneden toe, dus. Nee, wacht, wacht, wacht. Kom eraan, kom eraan. Ik wil niet hier achtergelaten worden. Waar ben jij? Ik ben hier naar beneden gegaan. Ah, ja, ik zie Hey, het. dood. Even kijken. Hier. Ja, oké. Hier kun je. Hier is een cave system. Dus ik dacht, misschien kunnen we het cave system even in voor eventueel wat diamonds en alles. Hoe groot? Ja, oké. Als jij maar gewoon de torches naar mij volgt en zo, dan. Oké. Want ik ben op zoek dus naar diamonds. Ja, welkom Ik ben hier Minecraft al is er. geweest. What the fuck? Skills. Ja, dat kan ik zien. Er is heel veel ores achtergebleven. Dan weet je dat Ronald er is geweest als de torches staan en er zijn ores achtergebleven. Hoe kijk veel obsidian? Ja, heel veel obsidian. Wat ik niet nodig heb, maar. Lava. Ik dacht, nou, dan kunnen we de kistjes lekker ontdekken. Nou ja. Oh, wacht hier. Oh. Kijk. Het gaat hier dieper. Dum dum dum. Dum 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 dum. Wel, dit is redelijk useless. Redstone. Dat hoef ik allemaal niet mee te nemen. Ja, het kan wel op zich, maar. Ik heb al 50 sticks met redstone. Iron is sowieso altijd handig, want voor iron golems. Dat is een goed defense system. Het Star Star Wars Wars was Mosquito Mosquito Defense Defense System. System. Diamonds! Nee, verdorie. Wel veel redstone en weer veel iron. Oh ja, oh jezus, ik meen dit even hoor. Ben ik wel content mee met wat iron. Half uurtje mijnen heeft hij gewoon een half stack met iron. Zo, ja, oké, ik neem de redstone ook maar mee. Maar het is gewoon als je lapis lazuli mijnt. Ja, met je Fortune Pickaxe, Fortune 2, dan krijg je ongeveer 20 lapis lazuli uit één blok. Wat? Ja, I know, right? Hetzelfde geldt voor redstone. Nou, daar krijg je er ongeveer 10 van. Lapis lazuli is echt OP veel. Dat wil je niet weten. Ja, maar waarvoor heb je het ook echt nodig, dus? Gewoon decoratie. Ja, ik ben er nu. Waar ben jij nou opeens? Ik ben hier de hoek omgelopen. Ik zit Ah, op ik zie. gravelterrein van het NPC village, want we zitten onder een NPC village namelijk. Oh, je gebruikt reis minimap? Nee. Ja, gravel heb je nodig voor paden en alles, dus ik dacht, nou, dan meen ik maar even wat.
En flint kan ik ook wel gebruiken, want ik heb amper arrows, dus ja. Ik heb 39 levels, by the way, dus dat is ook wel handig. Ja, ik heb er nu 4, dat vind ik al. Een paar seconden en ik ben al 4 levels, dus goed genoeg. Doe ik mij nog even wat kool, want dan hebben we in ieder geval wat torches zo meteen. Ja, ik heb ook nog heel wat kool, dus... Ja, oké, zo. 40 levels, nice. Kijk, hier is nog wat iron, meen ik dat. Even zo. Maar ja, dit is een soort van obsidian main hier. Dus als ik obsidian nodig heb, weet ik gewoon dat ik hier naartoe moet komen. Want hier is echt mucho, mucho veel. Mucho, mucho. Ja, mucho, mucho. Oh, ik zit vol. Good powder. Lol. Ik heb nu al een stack met redstone weer, hè. Dus gewoon, ik krijg zoveel van die redstone. Yay, ik ben level 5. Haha, yay. Nog best wel snel, zeg. Ja, dat gaat heel snel. Nou, jij moet het maar even menen, die iron naar boven. Dan ga ik even hier menen. Zo. En ja, ik gebruik die Fateful Texture Pack. Zoals we allemaal wel weten. Even kijken, ik loop hier gewoon de torches weer terug. Oh, hey, wat is dit hier? Oh. Tunnel. Oh. Wat ben je? Nee, ga maar gewoon even verder menen. Ik kom zo naar jou toe. Ik zal even wat iron hier te menen. Ik heb nu al bijna een half stuk met iron. Nu is het nog 7 of zo en ik heb een half stuk. Dus kijk, ik heb hier 24 iron orders. Ja, is goed. Hey, ik ben 18, ja? Ja. Zullen jullie nog even naar boven gaan? Ja. Zo. Kijk, iron. Ja, oké. Okay. Ja, mijn maar iron en zo. Mijn ook wel wat kool, want we hebben in ieder geval kool. Daar heb ik 55 van. Ja, dat is goed. En kool met een fortune pickaxe is een beetje verspilling, vind ik, want er is zoveel kool. Kijk, redstone ga ik gewoon niet meer mijnen met een fortune. Maar kool regenerate ook, hè? Wist je dat? Ja? Net zoals, dat heb ik namelijk, daar heb ik een keer gekeken in een flat grass world. Heb ik gewoon een chamber van stone gemaakt. Ja. En na een tijdje veranderden sommige van die stone blocks in kool. Wauw. Dus blijkbaar hebben ze in Minecraft dus wel die logica dat na een tijdje door de grond drukt dat dat dus kool wordt. En zo gaat het in het echt ook. Lolcats. Oké. Hier beneden was toch niks. Kom, gaan we naar boven hier zo. Mijn pickaxe is al iets op, is al op 1/3. Ja, mijn ook. Is nog maar 1/3 op. Nog vol. Ja. Ja. Hier, zijn we hier al geweest? Oh. Ja, we zijn hier in principe overal al geweest. Maar rail heb ik echt heel hard nodig namelijk. Want ik ga echt veel met minecart projectjes doen. Dus ja. Oké, dan. Wel, was hier beneden nog wat toevallig? Kool. Ja, kool. Shitload aan kool. Een hele shitload en kool. Dan ga ik even verder kijken, oké? Of hier nog wat boeiends is en anders sluiten we die episode gewoon af en oh hi. Al deze kool ga ik echt niet hakken hoor. Waar ben jij nou opeens? Nou, ik ben er gewoon ergens aan het lopen. Ik zit wat iron te menen. En wat is jouw lievelingstekst? Oh, hier zie ik zombie vlees, dus. Ja, nee, die liep ik net langs. Maar wat is jouw favoriete... Love and Tolerance! Nee, dat is een kut texture pack. Ik heb Cocoa Beans op donder, daar heb ik al genoeg van. Oh, kijk. Blokkeer ik zo'n waterding per ongeluk met een golden ore? Wauw, dude. Skills. Ik weet het toch, ik ben op Ik loop hier even boven, want hier is volgens mij iets van een Ja, hier is een chest. Er zit in! Jordi. Helemaal niks, ben ik al geweest. Was goed. Niks. En we zien nog wat of zo. Oh, skeleton. Dat is echt boeiend. Dat wil je ook echt tegenkomen. Ik zie jouw naam daar rondlopen. Dus. Ik zie jouw naam daar rondlopen. Ik bedoel rondzweven. Lol. Dus, je bent hier naar boven gegaan. Toen ben jij hier afgegaan waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Best. Help! Zo. Stom ding hoor. Woesh, zo. Oh, ik dacht wat de fuck op deze water. Oh, je hebt een pijl in je schouder. I know. I took an arrow to the knee. Nee, op je schouder. Ja, I know. Nou, ik ga hier even heen. Is hier nog wat? Of nee, hier is ook. Ah, daar ben je. Wacht even. Gold.
Kan ik niet eens bij mij dragen. Even kijken, wat drop ik? Ik Ik drop. drop. Ik heb, ik neem het wel. Oh, oké. Ik drop even de shit hier en zo. Ik heb gold. Hier, Johan. Hier, neem dat ook maar De mee. agrarische selectie, die neem ik altijd. Oh, god. Het eten is Wat? bijna op. Ja, ik heb ook nog twee broodjes. Dat zit zo aan de dijk, Johan. Dat zit echt zo aan de dijk. Ja. Maar de reden waarom ik hier ben, is ik ben hier eigenlijk voor enchantment books. Ah, maar het is ook echt een gigantisch, zeg. Nee. Wil je maar gewoon eens op Minecraft de eerste 10 episodes zien of zo? Dat Ja. is een grote mineshaft. Alleen ik ben hier wel de weg kwijt, dus. Kon het zo. Ja, het is hier langs. Ja, Ja, het oké. is. Ja, oké. Torch is on the right, of zoiets. Oké, hier is de uitgang, hier langs. Nee, niet daar langs. Nee, hier langs. Ja, Ja, toch dan niet. hier langs, denk ik, ja. Wanneer, dan loop je een rondje. Wat een onzin. Au, au, au. Ik hoor spiders. Ja, ik ook. Onder ons. Ze komen van deze kant. Die. Welke kant? Ik hoor het geluid steeds van alle kanten. Het is heel vreemd. Niet daar boven ons dan. Waar de fuck dan? Nee, laat maar zitten. Laat dat later ook maar. Dan GG. Nou, ik wil het eigenlijk wel vinden. Dat is wel spannend eigenlijk. Weet je wat, jongens, wat we gewoon gaan doen? Wij gaan het even hierbij laten. Dan gaan wij even de oorsprong van dit rare geluid doen, denk ik, in de volgende episode. En wil je nog wat zeggen? Nou ja, ik vind het leuk om met jou dit te doen, Ronald. Dat is Ja, wat dat is ik erg zeg. leuk. En als jullie meer Ronald's Minecraft met Joran willen zien, dan moet je het even achterlaten in de comments. En laat het ook even zien in de likes natuurlijk. Ah, hier kwam Ronald. Hier. Ja? Maar hier ergens. Hier kwamen wij eerst vandaan, dacht ik. Oh, ik zie. Ja, hier. Hey, ik zie een minecart met een chest. Oh, wacht, dat is gewoon die ene die je al hebt leeggehaald. Ja, maar Hier goed ben jij jongens, gelukkig. bedankt voor het kijken allemaal. En wel later mensen.